Hoi, ik ben Taure van fijnproever.com en ik sta nu in Tokio en ik ga een chankenabe bestellen. Dat is een gerecht wat gegeten wordt door sumo-worstelaars, eigenlijk een one-pot dish. En dat ga ik bestellen bij Chanke Tome Gata. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat proeven. Dit is de bouillon met sojasaus. Dit is de marmerde beef. Dit zijn de noedels. Ik heb hier een bord met heel veel lekkers, waaronder tofu, shiitake, aardappelen, radijs, wat Chinese kool. Oh ja, en wat kip. Echt heerlijk. En dit wordt voor ons gekookt in deze pot met bouillon. En onze chef die gaat koken. Hij begint met de Chinese kool. Daarna gaat er kip erbij. Dat is de shiitake champignons. Konjaku. Ja. Dus deze, dit is de konjaku die er nu bij gaat. Japanese radish. En dit is Japanese radish. Dus radijs. En dit is bosui. Daar komt de tofu. Het ruikt heerlijk. En nu gaat de deksel erop. Yes. Het is de bedoeling dat wat je wil eten zelf uit de pot haalt. En hier ook je eigen bordje doet. En dan eet je dan weer verder. En oeh, de gemarmerde beef. Ja. Ziet er heerlijk uit. Chankenabe. Nou, ik heb het geweten ook. Een sumo-worstelaarsmaaltijd. Ik zit lekker vol. En ja, wat mij het meeste verbaasde was die radish. Die nam heel goed die smaak op van de bouillon. Dus het was echt heerlijk. Maar de topper van de avond, ja, dat was toch echt wel die marmot beef. Nou, en zoals je ziet heb ik nog een laatste stukje over. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, het filmpje te delen en te liken.